Ja, goedemorgen allemaal. Hartelijk dank voor de uitnodiging om hier te mogen spreken. Ik ga het hebben over Global Surgery. Global Surgery gaat over het gebrek aan die chirurgische zorg wereldwijd en over de samenwerking die nodig is om daar verbeteringen in aan te brengen. Ja, 20 jaar geleden kreeg ik een soort eerste inzicht van een eerste ontmoeting hiermee, dat ik een beetje zag van hoe groot dit probleem nou eigenlijk was. Het verhaal begon 20 jaar geleden, zei ik. En 20 jaar geleden was ik net begonnen met geneeskunde en ging ik als geneeskundestudent in de tweede maand van mijn opleiding naar Peru. Ja, en ik was best wel meteen een behoorlijke duik in diepe daar, want ik liep mee met die verpleegkundige in het ziekenhuis. En ja, de gevallen die daar binnenkwamen waren ernstig. Ik kan me herinneren, een jongetje, Pablo heette die, een jaar of 8 was hij, die kwam binnen met een opgezette buik en die had ook een bultje in zijn lies. Iedereen draaide daar een beetje omheen, van wat moeten we daar nou mee doen? Toen liep ik een paar dagen later ook een nachtdienst mee met toevallig die zuster die daar achter met die bril op de plaatje staat. En tijdens die nachtdienst liepen we samen de medicijnen uit te delen. En toen werd er opeens bijgeroepen dat het jongetje opeens ernstig ziek geworden was. En dit is dan zo'n moment werd dat wat ik me echt zo ontzettend goed voor de geest nog kan halen. Omdat je opeens beseft van je komt bij zo'n patiënt en opeens moet jij iets doen als dokter. Terwijl ik helemaal geen dokter ben, want ik was net geneeskundestudent. En het kindje was zo ziek dat die zuster mij hulpeloos aankeek. En dat kind stopte gewoon met ademen. Dus wij zijn met z'n tweeën gaan reanimeren. En een half uur later hebben we het moeten opgeven. En was het kindje overleden. En dat was toch een stuk besef. Als net beginnende student denk je dan van, fuck, ik wil wel arts worden. Maar dit moet toch niet de bedoeling zijn. Dit moet toch op te lossen zijn met een eenvoudige operatie. En als ik nou terugkijk, heeft zo'n één moment, gek genoeg, maar misschien hebben anderen van jullie dat ook wel eens gehad, opeens een soort sturing aan je carrière gegeven. Dat wist ik toen niet, maar als ik terugkijk, denk ik dat zo'n moment, die ervaring op die afdeling, daar een grote invloed op heeft gehad voor hoe ik hier nu sta. Ik deed die tropenopleiding, 1 jaar chirurgie, 1 jaar gynaecologie en dan infectieziektes. Dat is een unieke opleiding die we hier in Nederland hebben, een prachtige opleiding. En daarna ging ik naar Afrika toe. Ik wilde daar in een ziekenhuis gaan werken en zo bevond ik mij een paar jaar later hier in Congo. De mensen die daar werkten, die waren eigenlijk niet opgeleid. Ook de verpleegkundigen, daar hadden geen verpleegkundige opleiding gedaan. Die waren gewoon een beetje van straat geplukt en meegenomen in dat team van hoe je medicijnen voorschrijft, hoe je wonden schoonmaakt. En met elkaar leerden ze aan elkaar een beetje van hoe je de dingen zou moeten doen. En dit is een voorbeeld, hier hadden we zo'n training over HIV. En daar werd het kosten nog moeite gespaard. Een lokaal houtkapbedrijf die maakte een mooi model, zodat we konden voordoen hoe je een condoom eroverheen doet. En dat geef maar even als voorbeeld, dat daar was heel veel aandacht voor. De Stop AIDS Now beweging was heel sterk, maar voor de rest van de gezondheidszorg was eigenlijk minder aandacht. En met name niet voor chirurgie. Een groot deel van het werk van die lokale arts en mij samen was toch het opereren ook van mensen die met chirurgische condities in het ziekenhuis kwamen. Hier een liesbreuk, een grote schotaalbreuk, die met z'n tweeën opereerde. En die lokale chirurg die was door een stel missionarissen uit Rusland gedurende een paar missies daar opgeleid om wat chirurgie te kunnen doen. Had ook geen echte chirurgische opleiding gehad. Dus met z'n tweeën moesten we dit soort dingen oplossen. Maar ik ben toen, omdat ik chirurgie zo leuk vond, naar een groter ziekenhuis gegaan, waar ik echt op een grote chirurgenafdeling in Tanzania kon gaan werken. En dat heb ik ook nog een periode gedaan. En daarna kreeg ik echt een beetje out of the blue voor mij de kans om in opleiding te komen voor de chirurgie. Zo bevond ik mij opeens in Zaandam, in het ziekenhuis daar. Om eens een keer te leren hoe het dan eigenlijk echt moest. En het was een geweldige tijd, maar ik dacht toch ook wel vaak terug weer aan die collega's van mij daar in Tanzania en in Congo. Van hoe moeten die nou eigenlijk verder leren? Hoe kan die zorg daar goed geregeld worden? Waarom is daar niks voor? En in die periode zijn we met de werkgroep Tropische Chirurgie, die Pieter al inleidde, zijn we gaan nadenken over het professionaliseren van die vereniging. We hebben er een internationale vereniging van gemaakt, de Netherlands Society for International Surgery. En met elkaar hebben we bedacht, we gaan een symposium organiseren om dit probleem kenbaar te maken, om voor dit probleem aandacht te vragen, dat die chirurgische trainingen wereldwijd eigenlijk helemaal niet bestaat en die chirurgische zorg wereldwijd eigenlijk helemaal niet goed georganiseerd is. We organiseerden een symposium en er kwamen heel veel mensen op af. Verrassend veel, wat meer dan we verwacht hadden. En met elkaar gingen we discussiëren en hebben we een declaratie geschreven aan de WHO, met een soort oproep van er moet meer aandacht komen voor dit probleem. Die declaratie die werd gepubliceerd in het World Journal of Surgery, niet in de Lancet helaas. En we schreven in die declaratie dat ongeveer 2 miljard mensen geen toegang tot chirurgische zorg zouden hebben op basis van de discussies en de informatie die uit de literatuur kwam op dat moment. 2 miljard, ongelooflijk groot aantal. En ongeveer 10% van de zorg die nodig is wereldwijd voor mensen die ziek zijn, daar heb je een chirurg bij nodig. Dat was ook een beetje de inschatting toen van de WHO. Maar wat schetste onze verbazing? Een maand later
kwam er een groot artikel van The Lancet. Die hadden onderzoek gedaan in 196 landen met vragenlijsten waarbij ze gekeken hebben hoe is het nou echt. En uit die inschattingen kwam nieuwe informatie. En die nieuwe informatie wil ik met jullie delen, want die was best shocking. Die informatie gaf aan dat er 5 miljard mensen zijn wereldwijd die toegang niet hebben tot die chirurgische zorg. Dat is dus 2/3 van de wereldbevolking. Als die een chirurgisch probleem hebben, kunnen die niet geholpen worden. Die gevolgen van die chirurgische aandoeningen die niet goed behandeld worden, 17 miljoen doden per jaar. Dat is een getal, 17 miljoen. Maar 17 miljoen is 17 miljoen van de 56 miljoen mensen die er per jaar doodgaan wereldwijd. Voor HIV, AIDS, malaria en TB zijn het 3 miljoen mensen per jaar die doodgaan. En voor die chirurgische aandoeningen zijn het er 17 miljoen. Dus zie je het enorme verschil. En het is bizar dat er dan 4 miljard jaarlijks uitgegeven wordt aan die infectieziektes en helemaal niks aan chirurgie. En dan ga je bedenken, oké, als die chirurgie dan wel wordt uitgevoerd, is die dan veilig? Nou, de recentere publicatie in hetzelfde tijdschrift The Lancet geeft aan dat er per jaar 4 miljoen mensen sterven binnen 30 jaar na een operatie wereldwijd. Dus dan krijg je een operatie, maar dan is het eigenlijk zo gevaarlijk dat je in de periode daarna dreigt te overlijden. Want als je gaat bedenken hoe het gaat met de wereld de komende tijd, dan zit er een enorme bevolkingsgroei op ons te wachten. En het grootste gedeelte van die groei, dat zal in Afrika plaatsvinden. En dan gaan we richting de 12 miljard mensen op deze wereld. Als je nu al dit probleem hebt en dan komt een soort groei naar 12 miljard mensen, hoe moeten we het dan op deze planeet met elkaar uithouden? Ik geloof wel dat we als artsen daar een rol in kunnen spelen. Want uit onderzoek is ook aangetoond dat op plekken waar de gezondheidszorg beter wordt, dan neemt de bevolkingsgroei heel sterk af. Mensen leven wel langer en gezonder, maar krijgen zo significant minder kinderen door de betere gezondheidsomstandigheden, dat ze beslissen om minder kinderen te nemen, dat uiteindelijk de bevolkingsgroei in die landen gaat dalen. Dus op die manier kunnen we als artsen een bijdrage leveren en op die manier kunnen we als chirurgen een bijdrage leveren. De chirurgische acties van het helpen in die landen om de chirurgische zorg beter te maken staan eigenlijk een beetje bekend als parachute missions. Het zijn teams van westerse chirurgen die vliegen in, blijven daar een periode van 1, 2, soms 3 weken. Met een hele team nemen ze de zorg volledig over, helpen daarbij een hele hoop mensen, gaan na die paar weken weer terug. En wat laten ze dan achter? Ze hebben die patiënten zeker geholpen, maar eigenlijk voor het lokale systeem helemaal niks. Dus de gedachte is eigenlijk dat dat anders zou moeten. En dat wordt ook beschreven in het artikel van The Lancet. Dus er moet iets anders gebeuren dan gewoon die zorg te gaan uitvoeren. Learn a man to fish. Je moet niet die vis aan hem geven, je moet hem te leren zelf te gaan vissen. Dus je moet uiteindelijk niet die zorg zelf voor ze uitvoeren, maar je moet zorgen dat zij de zorg kunnen uitvoeren. Wat zegt The Lancet? 2,2 miljoen gezondheidswerkers moeten in chirurgische, anesthesiologische en in verloskundige zorg getraind worden om te zorgen dat die 5 miljard mensen wel toegang gaan krijgen. 2,2 miljoen mensen is een hele hoop. Dus de grote uitdaging is eigenlijk hoe we dat nu gaan doen. In Nederland hebben we eigenlijk heel veel know-how, heel veel expertise. Mensen die individuele projecten doen. We hebben die geschiedenis van die tropenartsen die daar gewerkt hebben en later chirurg zijn geworden. Maar eigenlijk is er nog geen sterk instituut wat zeg maar, zich kan meten aan die andere internationale instituten in andere landen en die mee kan samenwerken en gezamenlijk echt een verschil kan maken. Tot afgelopen jaar. Afgelopen jaar hebben we een instituut opgericht in Amsterdam, waarvan we willen dat dat gaat uitgroeien tot een echt serieus instituut wat zich kan meten met de internationale instituten. En dat is Global Surgery Amsterdam. We willen een soort platform zijn, gekoppeld aan de universiteit, dat echt zich richt op innovatieve projecten om die opleidingscapaciteit te verbeteren en ook onderzoek te doen. Wat werkt er nou en wat werkt er nou niet? We zijn eigenlijk al met een heel team van mensen nu bezig na te denken en met elkaar te denken van hoe gaan we die nieuwe manier, die andere manier invulling geven. Eigenlijk kan je stellen dat we veel ervaring hebben al. Dus er is veel gediscussieerd met de mensen die veel ervaring hebben met het werken in die landen. En gezamenlijk hebben we nagedacht en alles op een rijtje gezet en gezegd van als je nou een project wil doen, dan moet je je eigenlijk instellen op eigenlijk 5 soort van basisprincipes waar je aan moet houden. En als je je daaraan houdt, dan kan je daarna je activiteiten invulling geven. En die basisprincipes waar je aan moet houden zijn de volgende 5. Je moet een lokale probleemeigenaar hebben daar. Dus een lokaal probleem, maar met name ook een eigenaar. Iemand die dat ziet als ook zijn probleem, waar je mee kan samenwerken. Je moet echt bezig zijn met duurzame kennisoverdracht. Meten is weten, je moet het koppelen aan onderzoek. Maak gebruik van de vooruitgang van de technologie. En zet in op samenwerking tussen organisaties, met lokale organisaties, internationale organisaties en experts in je omgeving.
En maak ook daarbij gebruik van bedrijven, de private sector. Want daar ligt een enorme kans op, omdat het bewezen is dat het verbeteren van die chirurgische zorg ook echt economische groei teweeg brengt en rendabel is om je daarin te investeren. Ja, dan kan je activiteiten gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld training on the job, mensen echt ter plekke gaan trainen. Je kan ook denken aan training off the job activiteiten. Je kan behandelstrategieën die in die omstandigheden het beste werken ontwikkelen. En je kan ook bezig zijn met het bedenken van welke instrumenten zijn daar nou het meest nodig en waarom zijn ze er niet en hoe kunnen we die daar krijgen. Ik ga 2-3 voorbeelden geven van waar we nu mee bezig zijn geweest de afgelopen maanden. En het richt zich met name op het training on the job en het training off the job. Omdat dat trainen in mijn ogen het allerbelangrijkste is. Op dit plaatje zie je een groot probleem in Tanzania, in dat ziekenhuis waar ik gewerkt heb. Dat is het brandwondprobleem. Er zijn ontzettend veel brandwonden daar. Veel patiënten met ernstige brandwonden. En ik heb geprobeerd de huidige tropenarts die daar de afgelopen periode gewerkt heeft, Tom Hendricks, heel intensief te betrekken met het opzetten van verbeterde training en ook het onderzoek doen naar wat nou die uitkomsten van die training zijn. Dus wat proberen we te doen? We proberen, als ik daar ben, zeg maar, zoveel mogelijk hun de tools te geven dat die lokale chirurgen die operaties kunnen uitvoeren en dat ik erbij zit en probeer ze te sturen hoe het beter kan, maar dat ik zelf zo min mogelijk doe. En we proberen met dat lokale team echt een probleem, ze te helpen met echt de probleemeigenaar te worden. Ze hebben een soort research instituut van het Haydem Hospital daar opgericht. En zijn met elkaar, samen met Tom, dat onderzoek aan doen om of het nou werkt wat we dan doen. Leren zij echt beter en zijn de uitkomsten van die patiënten goed? Hier zie je Tom links en aan de andere kant zit Dr. Matui. En Dr. Matui is echt een soort talent dat we daar ontdekt hebben die ontzettend goed onderzoek ook kan doen. Basisarts heeft helemaal nooit iets van onderzoek gehad tijdens zijn opleiding. Maar samen met Tom is hij die patiënten gaan vervolgen. En wat zie je dan als hij de patiënten vervolgt? Je ziet dat het ontzettend lastig is. En om vast te stellen hoe je dat zou moeten doen, heeft hij eerst een soort literature review gedaan. Waarin hij gekeken heeft, wat is er nou eigenlijk bekend van of het werkt of niet werkt. En wat blijkt daaruit? Als je alle informatie die ooit gepubliceerd is over missies van de afgelopen jaren op een rijtje zet, dan zijn er bijna geen missies waarbij er een uitkomst is gemeten. Niet op trainingsniveau en ook niet op uitkomst voor de patiënten, voor de follow-up. Dus zij zijn dat gaan doen. Met elkaar zijn ze gaan evalueren van wat er met de patiënten gebeurd is die wij geopereerd hebben. En dan laat ik één voorbeeld zien van een meisje met een ernstige brandwondcontractuur van de arm en de hand en de schouder. En die zijn we gaan opereren. Plastische chirurgische technieken om die contracturen op te heffen. Maar ja, dit wordt heel veel gedaan, maar nu stopt het bij de meeste missies. Maar hoe loopt het nou af met zo'n meisje? Nou, zij zijn haar intensief achteraan gegaan en hebben haar voor elkaar gekregen om haar nu tot 6 maanden lang na de operatie te volgen. En dan zien we hier hoe zij 6 maanden later is. En dan zie je dat die arm een heel stuk losser is en dat ze in staat is om er een heel aantal dingen al mee te doen. En wij gaan haar aankomende juni weer opnieuw zien om met haar te bespreken of we eventueel nog een volgende stap gaan doen. Je ziet ook dat de technologische vooruitgang daar niet stil heeft gestaan. En dat is echt waar. Dit is niet zomaar een trucje, maar de mobiele telefoon, met name de smartphones, die doen daar ontzettend snel hun intrede. Maar wat je ook ziet hier, van dit project wat we hier doen, dat we maar een heel beperkt aantal mensen kunnen trainen. Wat we geprobeerd hebben is de informatie van die behandelstrategie te gebruiken om iBooks te ontwikkelen waarin we laten zien van nou, zo is het met die patiënten gegaan. Dit zijn de stappen die je kan nemen. En dit zijn ook echt de daadwerkelijke uitkomsten met foto's erbij. Zodat niet alleen in dit ziekenhuis, maar zodat straks ook in andere ziekenhuizen kunnen gaan gebruiken als ze daar een eigen brandwondenproject willen opzetten. En eigenlijk wil ik nu naar dat training off the job toe, want dat is zoveel belangrijker dan dat training on the job. Daar wil ik nog een aantal dingen over vertellen. Want je ziet hier in Masanga in Sierra Leone dat een Noorse chirurg hier onderwijs aan het geven is aan zo'n groep lokale gezondheidswerkers. Zij kan maar een heel beperkt aantal mensen trainen. Dus je moet, als je wil opschalen, dan moet je meer doen dan alleen training on the job. Hij is een heel mooi voorbeeld van Moog, een bedrijf dat vlakbij Schiphol zit, van de oude Fokker technici. Die hebben voor elkaar gekregen om vanuit de flight simulator techniek een cataract simulator te maken, waarin je in 1 jaar tijd 100 nieuwe cataractchirurgen kan trainen. Dat is natuurlijk een prachtige tool die je ook kan inzetten om verder te ontwikkelen, om voor andere chirurgische operaties ook simulatie te gaan gebruiken om die mensen sneller te trainen. In Masanga is Jure van Kesteren, ook een van de oprichters van Global Surgery Amsterdam en bestuurslid van de NSIS, begonnen met zijn promotieonderzoek om te kijken of video-assisted learning ook een effect kan hebben om die mensen sneller op te leiden. Wat hij ontwikkeld heeft samen met Touch Surgery is nu een animatie waarin je de liesbreuk kan van tevoren kan trainen, kan leren.
En dan precies in de setting zoals het daar is. Dus met lokale anesthesie, zonder diatemie. En dan met alle stappen hoe je het daar goed kan doen, zodat het echt voor hun gemaakt is. Hij is recent, is Jure weer teruggegaan en heeft hij ook de iPad en de Apple TV gebruikt bij de overdrachten bij hun. Dan heb je maar 3 of zo iPads nodig en zo'n Apple TV. En dan kunnen ze op de afdelingen al hun overdrachten voorbereiden. En meteen met zo'n Apple TV de informatie met elkaar delen. Eventueel nog dingen opzoeken op internet. Er is daar gewoon overal internet. Het gaat gewoon zoveel sneller als je hier gebruik van maakt. En er zijn zoveel kansen. En ze vinden het ook nog eens een keer ontzettend leuk. En raken er enorm door gestimuleerd. Ja, concluderend heb ik jullie proberen uit te leggen. Dat global surgery een ontzettend belangrijk onderwerp is. En ik vind het nog steeds hallucinerend om te beseffen dat 2/3 van de wereldbevolking daar geen toegang tot heeft. De oplossing is niet parachute missions. De oplossing is echt gedegen opleiding geven daar. 2,2 miljoen mensen moeten er getraind worden. En als je gebruik maakt van die 5 basisprincipes en daarvan uitgaan als je een project gaat doen. Je denkt na van is er iemand die een lokale probleemeigenaar is. Dan kan ik er iets mee doen. Maar het is soms best wel lastig voor chirurgen hier natuurlijk om te bedenken van ik leef in zo'n andere wereld, hoe kan ik daar dan iets bijdragen? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan moet je eigenlijk beseffen dat je bent zelf eigenlijk ook een lokale probleemeigenaar. Want eigenlijk is dit probleem een probleem van ons allemaal. En als je gewoon in je werk, in jouw expertise waar jij heel goed bent, gaat zoeken naar iets waarop je er toch meer naar dat internationale kan trekken en meer kan zorgen dat er ergens die brug naar dat niveau en naar de situatie in die landen daar overbrugd wordt, dat je daar naartoe kan komen, dan denk ik dat dat al een hele goede, fantastische stap is. En ik vraag jullie enorm om aan te sluiten bij de NSIS of bij Global Surgery Amsterdam. Ik hoop enorm dat de NSIS als een serieuze, echt gezicht, zeg maar internationaal gezicht van de NVVH kan gaan fungeren in de komende tijd. En bij Global Surgery Amsterdam hebben we echt ontzettende hulp nodig van supervisoren, onderzoekers en mensen die hier ook zich voor in willen zetten. En last but not least hebben we natuurlijk geld nodig. Hartelijk dank voor de aandacht.